De bioscoop ontving zo'n 250 kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Het Sterrenfonds legde hen dan ook in de watten. Nou, we hebben vandaag een hele leuke, gezellige dag. Echt zo'n Brabantse dag. Waarin ik 250 kinderen namens het Sterrenfonds heb mogen uitnodigen om gratis en voor niets te komen kijken naar de nieuwste film van Sinterklaas en het pakjesmysterie. Waarin ik een rol speel als kapitein van het vliegtuig van Sinterklaas. En wat heel leuk is dat de kinderen zeg maar een hele leuke middag hebben. Met na afloop dat Sinterklaas nog even langskomt. De Zwarte Pieten er allemaal zijn en dat ze ook cadeautjes krijgen straks na afloop. Zijn kinderen die zeg maar het wat moeilijker hebben in het leven. En ja, goed, die dan zeg maar op deze manier een leuke, gezellige middag krijgen. Hebben jullie er zin in? Ik vind het heel erg leuk, want punt 1 is het Sterrenfonds toch wel een soort kindje van me. En aan de andere kant vind ik het heel erg leuk om iets te kunnen betekenen voor kinderen in eigen land. Ik ben echt een kindervriend en ik vind het gewoon heel, heel erg leuk dat dat op deze manier kan. Je ziet 250 vrolijke kinderen, blije kinderen, die ook in vol spanning zitten te wachten op wat er straks allemaal gaat plaatsvinden. En als ik heel, heel eerlijk ben, ben ik dan toch wel trots dat ik hier rondloop. De Brabantse volkszanger mocht ook een gouden DVD uitreiken. Vandaag ook een heel heugelijk feit voor de producent van de film. Die heeft vandaag een gouden DVD gekregen voor meer dan 50.000 verkochte DVD's van de eerste film. En het is gewoon hartstikke leuk. Het is eigenlijk een hele feestelijke dag.